Oh, wat is die lekker. Pak hem eruit. Dit maakt je dag helemaal goed. Wauw. Kijk dan. Zo, die is gaaf. Die is mooi, hè? Zeeuwse knoop. Heel gaaf. Zo, oh. Wow. Er zit zeker wat aan. Och, Jezus. Oh, kijk nou toch. Jasja! Hi! Hey. Ik ben vandaag op pad met Get Up Girl. Ja, ja. Get Up Girl Europe. Ja. En dat is ondertussen al zo ver aan het lopen dat ze gewoon helemaal haar eigen sticker heeft. Gaaf, hè? En Ed. Hey! Een prominente persoon binnen de Garrett team. Goedemorgen. Goedemorgen. En het brein achter Garrett Girl. En het brein achter Garrett Girl. Ik kan heel veel, maar websites bouwen kan ik echt niet. Dat doet Ed. Nou ja, ik moet nog even met Ed om de tafel heen zitten. Want, ja. Nou, daar gaan we verder niet over wijden in de video. Ik heb loyaal als ik ben ook een Garrett meegenomen. Maar ik ga vandaag ook... Ik wou net zeggen, nog iets testen. Ja. Nou, ik hoop dat het een beetje doorkomt met de wind. Ik zal een beetje zakken, dan heb ik er ietsje meer. Voor mij zijn de instellingen heel simpel. Ik loop op programma 0. Dan heb ik de eerste 15 uitgezet. De sensitivity staat op 1 streepje na voluit. De iron zet ik op 1. En ik ga op 15 kHz lopen. Dan voer ik nog even de ground balance uit. En dan ben ik klaar. Vandaag zien we een detectorist in zijn natuurlijke habitat. Hij graaft erop los. Ongelooflijk, wat een feest. De spanning bouwt zich op. Nou. Jij mag de eerste als vreemdeling met de nieuwe pinpointer van Quest. Wow. Jazeker. Misschien moet je even kijken of het in het gat of naast het gat zit. Ja, precies. In het randje. In het randje. Hier, daar. Jeetje, mina, wat een wind. Hele koude oren. Ik wou toch niet zeggen dat hij het niet doet, hè? Hey. Daar. Hier. Het is een... Nou, ik kan nou niet zeggen dat ik heel enthousiast word. Het is gelukkig jouw vondst. Mooi stuk lood, jongens. Denk ik. Zo, sta ik een heel klein inimini Willemsentje uit te graven. Roept Jasja dat ze een loodje hebt. Dus ik ga even kijken wat ze hebt. Loodje? Loodje. Jeetje, Mina. Wat een apparaat, joh. Loodje. Dat is ook aan de andere kant. Ja, volgens mij is dat een gewicht. Er zit een mooi hard kruis in. Ja, je moet ietsje harder praten, hoor. Er zit een mooi hard kruis in. Hé, prachtig. Hard genoeg? Hard? Ja, hard kruis. Ja, ik had een... Okay. Wat een lief centje, hè. Bovenop mijn kruis, gelijk op Pasen. Wat zit je de florissant bij? Ik doe het hier, man. Oh, rustig aan. Kijk, dit zijn nou die loden waar je ervoor op uitgaat. Dit maakt je dag helemaal goed. Wauw, prachtig. Supermooi lood. Heel gaaf. Hey, kijk eens even wat ik heb gevonden. Oh, wat is die lekker. Pak hem eruit. Het is een... Ik,
Het is een gulden. Het is een provinciale gulden, denk ik hoor. Ja, daar zien we alles aan. Draai hem eens om, zeg. Ja. Kijk over de dame met haar altaar en de bijbels. Ja, ja, provinciale gulden. Ik ga hem even afspoelen. Een generaliteitsgulden. Hé, hey, we gaan niet generaliseren, hè? Oh, wat gaaf, wat gaaf. Heel gaaf. Kom zo terug. Ik hoop dat het een beetje te zien is, maar het is een Napoleon. Is hier nog net zijn neus en zijn sik. Zijn ogen. Ja, de andere kant is redelijk glad. Maar, het is wel weer een leuke munt, toch? Of niet dan? Hartstikke leuk. Nou toch eens, kijk nou toch eens, wat een lief klein lepeltje. Het is alleen een beetje jammer dat die helemaal krom is. Als ik dit recht buig, ja, dan is die ook meteen stuk ook. Dan breekt hij in tweeën. Dus ik laat hem lekker zo en dan hoop ik dat hij in mijn tas nog heel blijft. Dan krijgt hij misschien thuis nog een decoratieve functie. Ja, je weet het niet, hè. Het is tenslotte gewoon maar een simpel lepeltje. Kijk, zo langzamerhand pikken we toch steeds meer de snoepjes ertussenuit. Een gesp. Niet zo heel erg oud, gok ik. Maar wel een leuke gesp. Ik denk dat als je hem schoonmaakt, dat hij hartstikke leuk eruit komt. Nou ja, dat zien jullie dan als dat gelukt is hier in de hoek. Wat heb je? Een joekel van een heilige hanger, penning ding. Wat leuk, je ziet hier ook. Ja, precies. Zie je het vrouwtje nog zitten? Ja. Maria. Nou, ik denk dat het een meneertje is. Nee, het is een meneertje. Oh, kijk. Ja, kijk. Prachtig. Mooi, hè? Ja, is heel mooi. Heel gaaf. Go you girl. Kijk, zo gaan die dingen, hè. Dan hoor je in een aan de andere kant van het veld. Zilver! En het is een heel verfijnd soort filigrijnachtig brosje. Het is een beetje jammer, want de achterkant, dus waar de naald op zit, die is op dit moment het mooiste. Dus de voorkant, dat weten we nog niet eens hoe die eruit ziet. Ik denk dat er een steen in gezeten heeft, die is eruit. Maar de rand, ja, daar weten we eigenlijk nog niks van. Die moeten we nog schoonmaken. Tenminste, we, Jascha. Weer, Jascha. Jij mag hem ook schoonmaken. Weer, Jascha. Nee. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Lekker bezig. Ik ben er blij mee. Ik niet. Jawel. Ik ben er ook blij mee. Nou, Eddie was net eventjes een beetje verder weg. Maar die komt weer terug. En moet je kijken wat hij heeft. Een zilveren gesp. Heel gaaf. Wat een dikke, hè? Met de naald er nog in. Ja, volgens mij zijn er twee naalden. Maar ik durf hem niet verder schoon te maken. Want ik denk echt dat hij gaat breken. Dus ik zou hem zo... Ja, hoor, leg hem maar zo in je kast. Precies. Niet schoonmaken, zo in je kast. Maar ik kon natuurlijk niet achterblijven. Dus ik heb ook een zilvertje. En volgens mij is dit een Jatelaine hanger. Nou, dat is onzin. Ik zei Nestel. En toen zei... Zei jij Jatelaine hanger. Maar dat is dus... hoe moet je dat zeggen? Ik denk dat dit echt een Nestel is. Ja, ik denk romantisch. Ik hou het op Jatelaine hanger. Oké. Okay. Ik hoop dat we je verstaan, want de microfoon staat mijn kant op en de wind staat jouw kant op. Ja, en dan zet je ondertiteling. Ondertiteling! Fucking Veenstra! Oh, je bent een ding, hè? Weet je hoe het komt dat ik niks vind? Omdat ik continu naar jou toe aan het lopen ben. Kijk dan. Zo, die is gaaf. Die is mooi, hè? Zeeuwse knoop. Heel gaaf. Is die nou koper? Ja, nou, je hebt ze ook van koper, hoor. Ja, dan komt de filigreen er al doorheen. Ja, prachtig. Mooi, 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 mooi. Nice. 2-2. Ik heb toch potdorie niet achterblijven op Jascha. Zo, deze is nog strak. Oh, en deze kant niet. Deze kant is hier redelijk glad. Maar deze kant is hier nog heel mooi strak. Wauw. Leuk. Gauw verder graven. Het moest even duren voordat we er eentje gevonden hadden. Maar een speelgoed kopje. Schoteltje.
Een speelgoedschoteltje. Ja, helaas, hij is gebroken. Gelukkig was hij al gebroken. We gaan hem openmaken. Ik weet nog niet. Misschien is het al alleen het kettingje hoor. Kijk, er zit hier een kettingje. Ik wil hem niet breken. Misschien zit er nog wat aan. Zo, oh! Er zit zeker wat aan. Och jezus. Oh! Oh, kijk nou toch. Oh, en hij gaat nog door ook. Ja. Oh, kijk nou. Oh, wat mooi. Oh, wat gaaf zeg. Kijk nou. Zelfs aan het kruisje zitten knoopjes. Ja, ik zie het. Maar ik... Ja. Dat is heel... dingetjes. Heel voorzichtig. Je hebt een horlogeketting volgens mij. Nou, weet ik niet. Ik denk dat het ook... Oh, ja. Kijk nou, daar nog een balletje. Ja, twee balletjes. Jeetje, wat mooi. Oh, wat gaaf. Die is gaaf. Ja, zo ja. Zo'n top vondst dit. Kijk dan. Heel mooi. Ik denk dat die hier afgebroken is. Of is dat scharniertje? Nee, ik denk dat het zo hoort. Dat is misschien een scharniertje. Loopt hij helemaal door. Dus je kan hem gewoon nog zo doen en dan kan hij. Oh, dat is het geniertje. Ja, dat zeg ik. Kijk, hoe gaaf. Oh, wat mooi. Ja, hij ziet er compleet uit, maar kijk voor de zekerheid die kluit even nog. Ik denk dat je er wel bent. Het is mooi zeg. Jeetje, Mina. Ja, die telt voor twee. 4-2. Geweldig, hé. Kijk eens even wat een prachtig lood. Supermooi. Ja, nu nog niet. Maar als ik hem straks schoongemaakt heb, hoogstwaarschijnlijk wel. Ik zie hier in ieder geval een mooi wapen staan. Oh. Hij zit gewoon te graven en te graven en te zoeken, maar hij ligt gewoon hier bovenop. Ja. Zilverdubbeltje. Zilverdubbeltje. Oh. Mooi hoor. Hey. Hey, lekker hè? Drie keer. Nou, we zitten even een beetje onze vondsten bij elkaar te rapen. Kijken wat we allemaal gevonden hebben. Nou, ik zie hier een zilveren gesp, een zilveren gulden, een zilver dubbeltje, een zilveren knoop, een zilveren broche, een zilveren ketting, een zilveren... nestel, een zilver dubbeltje, een prachtig lood, een Napoleon, een zilveren ketting, een heilighanger en daar nog wat fretsels. Ja, en die is nog heel spannend. Ja, die is ook nog heel spannend. Leuk man. Nou. We hebben echt onwijs lekker gezocht. Ja. En we hebben onwijs lekker gevonden. Ja, we hebben onwijs lekker gevonden. We hebben veel gevonden ook, veel zilver. Ja. Heel veel zilver. En ik denk dat de hoofdprijs vandaag gaat naar de ketting, zeg maar. Ja, dat denk ik haast wel. Die was overschrikkelijk mooi. Ik wil jullie bedanken voor de fijne dag. Het was gezellig. Nou, heel graag bedankt. Ik wil nog eventjes een shout-out doen naar de pagina van Get It Girls. Ja. Wat niet alleen de pagina is voor Get It Girls. Nee, het is nog veel meer. Je kan op de pagina van de Get It Girls kan je namelijk ook naar tips en tricks. En dat is een continu vernieuwend subrubriek. Een pagina vol met informatie, bomvolle informatie. Als je alles aanklikt en uitleest, dan ben je nog wel even bezig. Maar het blijft ook vernieuwend. Ja.
Dus keer af en toe eens terug. Ik bedoel, het is leuk om naar Jasje te kijken en naar de rest van de Gerrit Girls. De rest is een heel stuk leuker. Wereldwijd. Ja, dat laat ik in het midden. Ja. Dat laat ik in het midden. Nee, maar serieus, wereldwijd melden de vrouwen zich inmiddels aan op de pagina. En dat is gewoon onwijs leuk om te zien wat ze in Australië vinden en in Schotland. En ja, leuk. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, neem even een kijkje. Als jullie de pagina nog niet weten te vinden, ik zal een link in de beschrijving plaatsen. Ja. GerritGirlEurope.com. Oh, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Kan ik die link wel vergeten? Ja. Nee, onwijs bedankt, Ruud. Ja, gezellig. Was gezellig. En tot de volgende keer, hè. Yes. Alles wat op het schepje legt was voor mij, toch? Ja.